De 69e Twentse Fietsvierdaagse vanuit Almelo komt eraan. De voorbereidingen zijn in volle gang. Van 14 tot en met 17 augustus hebben we de 69e editie van de Twentse Fietsvierdaagse vanuit Almelo. Dat is bijna een kroonjaar, hè? Dat is bijna een kroonjaar. Volgend jaar 70 jaar pakken we flink uit. Dit jaar hebben we mooie routes gemaakt, 4 dagen lang. Men kan kiezen uit een route van 35 kilometer, een van 45 kilometer en men kan kiezen uit een route van 65 kilometer. En op elke dag een andere richting van Twente. Ah, en waarheen gaan de mensen alvast om een tipje van de sluier op te lichten? Ze gaan richting Bentelo, ze gaan richting Holten, ze gaan richting Archem bij Ommen en ze gaan richting Manderveen, te Bergen daar, die richting. Ja. Dus dinsdag tot en met vrijdag. Zeg, en dan las ik iets over een scootroute. Ja, we hebben natuurlijk ook mensen die niet op een normale fiets fietsen, maar op een scootmobiel dan wel, op een driewieler. Dat zijn allemaal mensen die waarvan je rekening mee moet houden met de route. En dat hebben we ook gedaan. Meestal doen die de korte route. Is niet verplicht. Ze starten iets later, zodat ze ook niet de anderen ophouden met het fietsen. En waar het een knelpunt geeft, hebben we voor hun een omleiding gemaakt. Nou, vanaf maandagmiddag beginnen we te peilen voor de dinsdag. Dus dat betekent dat alle drie routes voorzien worden van peilen. En dat is een hele klus. En dan gaat het elke dag weer. Van dinsdag gaan we woensdag en van woensdag op donderdag. En dan moeten we eerst de oude peilen weer ophalen om de nieuwe route te kunnen uitzetten. Ja. Zeg, en dan, ik kan me voorstellen dat mensen zeggen van nou, dat zadel, dat is niet mijn grootste vriend meer. Jullie hebben daar zelfs een feestje van gemaakt, hè? Ja, we hebben voor de kinderen donderdagmiddag in Preston Palace een zadelpijnparty. Überhaupt hebben we voor de kinderroute hebben we onderweg om de 5 kilometer wat iets leuks voor de kinderen. Dat kan zijn dat ze iets gaan bezichtigen, dat kan zijn dat ze iets gaan doen. T-shirt painting, schilderijtjes maken en dat soort dingetjes. Dus voor de kinderen hebben we ook veel aandacht. Donderdagmiddag de kinderzadelpijnparty. Dat betekent dat we dan leuke dingen gaan doen met de kinderen. Met een disco, met cupcakes versieren, sminken, etc. Donderdagavond hebben we dan de grote zadelpijnparty. En dat is dan met een barbecue erbij en met muziek erbij. Double 60 gaat dat van muziek voorzien. Dat wordt heel gezellig. Ja. Ja, we hopen natuurlijk op mooi weer. Niet zo warm als het de afgelopen week was van 35, 36 graden. Maar een temperatuurtje van 24, 25 graden en droog weer zou ons zeer goed uitkomen. En hartelijk welkom iedereen.